Dit is het TNT postsorteercentrum aan de Terbrechtseweg in Rotterdam-Ommoord. Maandagavond laat is hier het werk neergelegd. De hele dag is er vandaag geen post bezorgd en zijn brievenbussen niet geleegd. De werknemers zijn fel tegen de plannen van de directie om de komende 2 jaar 3100 mensen gedwongen te ontslaan. Nou, wij hadden het zelf zo van, nou, je moet het wat uitsmeren over de jaren. Hè, en dan heb je zelfs problemen met de ouderen, die ben je dus kwijt. Gemiddelde leeftijd in het sorteercentrum waar ik dan werk, dat zit toch tussen de 45 en 55. Nou, tel daar 5 jaar bij, dan gaat de grootste groep, die kan er gewoon uit. En dan heb je dit soort reorganisaties eigenlijk niet nodig. De protestactie vond plaats in Den Haag. Het personeel van dit sorteercentrum verzamelde daarom vanmorgen vroeg om met bussen naar Den Haag te gaan. De actievoerders zijn langsgegaan bij het ministerie van Economische Zaken en hebben daarna een manifestatie gehouden bij het hoofdkantoor van TNT in Den Haag. Ik verwacht niet dat TNT een stap gaat zetten. Maar goed, ik heb ook geleerd, onder druk wordt alles vloeibaar. Dus misschien wordt TNT ook wat vloeibaar. Als dat niet gebeurt? Ja, dan gaan we ons beraden op de vervolgstappen. En die zullen dan waarschijnlijk een tweedaagse worden, dat we gaan staken. We hebben nu al gesproken over volgende week donderdag en volgende week vrijdag. Ja, dat klopt. Als TNT die beweegt. En we hopen natuurlijk dat ze wel gaan bewegen, want ja, het is voor niemand goed.